Het parlement heeft vandaag tijdens de openbare vergadering aan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën gevraagd om de volledige informatie over mogelijke corruptieve zaken beschikbaar te stellen aan procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Ruim een jaar terug stuurde de minister stukken naar de PG die te maken hebben met mogelijke corruptieve zaken bij Telesuur, de naschoolse opvang, Carifesta, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, de aankoop van een ambassadegebouw in Frankrijk en de scheepvaartmaatschappij Suriname. De PG heeft echter nog geen onderzoek kunnen doen, omdat er nog stukken ontbreken. Het parlement heeft vandaag van de minister geëist dat deze stukken alsnog naar de PG gestuurd worden. Verder is aan de minister gevraagd om alle correspondentie tussen hem en ex-centrale bankgovernor Glenn Gersie beschikbaar te stellen. De minister van Financiën heeft gisteren een kwestie hier aangehoord en de vicepresident presenteert naar aanleiding daarvan documenten, voorzitter. Het parlement heeft de minister van Financiën ook gevraagd, voorzitter, om de brief welke de minister van Financiën heeft geschreven aan de ex-governor Gersie, voorzitter, het parlement te doen toekomen. Voorzitter, ja. Wij vragen een zodanige orde ook in de vergadering, voorzitter, dat de regering aanstoot neemt aan datgene wat het parlement zegt en vraagt, voorzitter, dat ook die brief, of die meerdere brieven hier kunnen komen, voorzitter, want er is een enorme ruis in de samenleving nu al over de kwestie centrale. Duidelijk. We hebben hier in uw college, voorzitter, dit punt ten aanzien van de documentatie voor nader en grondig onderzoek gisteren aan de orde gesteld. En ik ben blij dat de regering aanstoot heeft genomen aan het geluid vanuit het parlement. Sorry, niet aanstoot heeft genomen. Aandacht heeft geschonken. Aandacht heeft geschonken. En in belangrijke mate aandacht heeft geschonken, voorzitter, aan de kreet die hier is geuit naar aanleiding van het schrijven van het lid Breeveld, niet alleen ondersteund, maar bekrachtigd door mij, nadat we op meerdere malen de informatie hebben gevraagd. Maar nu is het zo, voorzitter, de brief is gericht van het lid Breeveld naar de PG. Het is hier aan de orde geweest en de stukken die zijn hier naartoe gestonden. Ik vraag mij af wat de positie is van het parlement nu, want ik vind het belangrijk dat niet alleen het parlement, maar ook de PG de documentatie kreeg, zodat hij voort kan gaan met zijn onderzoek en de verdere vervolging van zaken. Dat waren VHP-parlementariër Mahinder Yogi en Melvin Bova van de NDP. Vicepresident Ashwin Adin benadrukte dat hij ook voorstander is van het onderzoek. Om de zaak even in context te brengen. Richting transparantie. Richting anticorruptie. Om de twijfels uit die gemeenschap te halen, hebben we gezegd, waarom zou men steeds punten aanhalen die de regering ruim een jaar geleden al heeft afgehandeld. Afgehandeld vanuit de zijde van de regering. De stukken van naschoolse opvang, Carifesta, Telesuur en Parijs zijn in 2018 ruim een jaar geleden al gestuurd naar de PG. Om de twijfels weg te halen in die gemeenschap en in uw college, dat de regering die stap al ondernomen heeft een jaar geleden en laat de gemeenschap dat weten, dat er geen twijfels mogen zijn dat wij, wat transparantie en anticorruptie betreft, onze daden stellen. Tot zover vicepresident Ashwin Adin vandaag in het parlement. Hij sprak over het onderzoek over mogelijke corruptieve zaken bij de overheid en overheidsinstituten.